Mijn naam is Marisa van Damme, technisch adviseuse voor Zwartkop Professional. En dit is de technische uitleg van ZeroM. Wat maakt ZeroM nou zo uniek? Als we ernaar gaan kijken, dan is het allereerst dat het een permanente kleuring is met een fytolipide technologie. Die hele mooie natuurlijke kleuringen uiteindelijk genereert in je haar. Met een 100% grijsdekking, zonder ammonia en zonder compromis. En het zonder compromis wil zeggen geen parabenen, paraffine of siliconen die erin zitten verwerkt. Nou, gaan we kijken naar die technologie? Dan is dat die fytolipide technologie die het zo uniek maakt. Hele mooie microscopische oliën die verwerkt worden in het haar, dus die daardoor diep door kunnen dringen in het haar, waardoor je heel mooi, soepel, glanzend haar krijgt. Dat komt door middel van druivenpitolie-extract en abrikozenolie, die die glans en souplesse in het haar geven en zorgen dat je dat unieke ZeroM gevoel krijgt in je haar. Kijken we naar de gebruiksaanwijzing en hoe we het moeten toepassen in het haar, is het, als je al Royal gebruikt, super easy en kun je hem helemaal doortrekken ermee. Want de numeriek is ook exact hetzelfde zoals je gewend bent van ons, van de Royal. En van alle andere kleuringen van Schwarzkopf. Dus daar hoef je niks meer opnieuw aan te wennen. Als je kijkt naar het gamma, dan zijn het 46 tinten overall die een hele mooie verdeling hebben, waardoor je heel makkelijk kan schakelen en dat zelf heel goed kan uitbouwen. Het gamma is ook verwerkt in je royaalboek. In je grote royaalboek zie je ook allemaal stipjes staan, groene stipjes. Die geeft aan uiteindelijk dat het een ZeroM kleuring daar ook van aanwezig is. Maar ik vind deze overview heel mooi en duidelijk. En kun je zien dat er een goed overview is van je naturals, je cools, je beige, je goud, je chocola's, je reds. En de fashion covers. Die is ook al bekend bij ons, want die is eigenlijk copy-paste met je Absolute kleuringen. En er zitten ook nog highlifters in. Dus een mooi, compact overall gamma van de ZeroM. Kijken we hoe die is in gebruik, dan is die 1-op-1 ten opzichte van je waterstof, van je developers. En je developers gebruik je van je Royal. 1-op-1, 30 tot 45 minuten inwerktijd. En je mag je waterstof gebruiken die je nodig vindt. Dus of je nou 3, 6 of 9, geen probleem, kan je ze allemaal gebruiken. Je hebt ook een dubbel nul serie erbij zitten. Als je wat resistenter haar hebt, dus wat dikker haar, kun je prima je dubbel nuls. Worden ze ook ietsjes voller van kleur. Dus daar kun je een mooie onderscheid in maken wanneer je wat nodig hebt. De fashion covers, ik had het er net al over. Klein beetje vergelijken met de Absolute gemaakt. Maar dan is die van de ZeroM. Dus je natuurserie met mode in één. En die hebben we in de goud en de chocola's hebben we die. Je modetinten zijn allemaal 50% grijsdekkend. Wil je ze 100% grijsdekkend maken, dan is het twee delen van je fashion, één deel van je natuur. En dan kan je ze op die manier heel goed grijsdekkend maken. Inwerktijden blijven allemaal hetzelfde. Van je highlifters is dat natuurlijk anders. Heb je een andere mengverhouding dan dat je gewend bent van de Royal. Van de Royal heb je hem 1-op-1. Bij de ZeroM is die 1-op-2. Dus één deel kleur, twee delen developer. En je houdt de inwerktijd 30 tot 45 minuten, hou je aan. Wil je een mooie duo kleuring maken, dan doe je dat met de Vibrance. Zijn we al gewend om dat met de Vibrance te doen vanuit de Royal. Nu kun je natuurlijk een overall ammoniavrije kleuring ervan maken. Want ook je Vibrance is ammoniavrij. Fantastisch. En de kleurnummeriek loopt helemaal door. Dus jij kan een hele mooie duo kleuring daarvan maken. Voordeel van Vibrance is dat hij helemaal pH neutraal is. Nagenoeg pH neutraal. Dus heel mooi zacht. Juist voor die wat poreuzere lengtes en punten. Heel geschikt om daarvoor te gebruiken. Kijken we naar de developers. Dan kunnen we die gebruiken van de Royal. Lekker easy in gebruik dus ook weer. En die van de Vibrance. Dus we gebruiken van de Vibrance en van de Royal de developers voor de ZeroM. En dat doen we als we kijken naar de lengtes en punten. Bijvoorbeeld als je de 10 series heel mooi vindt en je wil daar een toner van maken. Dan doe je dat met de gelformule 1,9. En dat doe je met één deel ZeroM en drie delen van je gel developer. Kijken we naar 3%. En wat kan ik dan allemaal met die 3%? Nou, inkleuren van lengtespunten. Dat is algemeen bekend. Als je wit haar hebt, kan je daarmee grijs dekken. En je kan hem ook gebruiken op lengtes en punten. Dan doe je één deel van je enablers de sealer gebruiken. Je doet één deel 3% en één deel 0M. Dan kun je hem ook heel goed op lengtes en punten kun je hem plaatsen. 6% kan ik één tint mee oplichten.
en kan ik grijs dekking mee maken. En van 9% kan ik 2 tinten oplichten. En ik gebruik hem ook bij mijn 10 series. Dus zo heb je een compleet gamma, inclusief developers, voor de Zero M. En verder zou ik willen zeggen, ongelooflijk veel plezier met het gebruik van Zero M.